Van harte welkom bij dit avondgebed op de vooravond van Palm en Passie Zondag. Als u de teksten kunt volgen, dan tikt u Facebook op de video. Daarna gaat u naar het kleine vierkantje linksboven. Als u daarop tikt, dan wordt het beeld verkleind, de andere hoek. En dan als u terug gaat naar de video, ziet u daaronder opmerkingen. En er zijn dus 8 foto's gemaakt van de teksten die u kunt volgen. Veel devotie toegewenst. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Des konings van der schand vooraan. De Heer in de kruisjes grijpt ons aan. Dat op het schandhout uitgespreid. De schepper als een schepsel leidt. Het harde ijzer van de spier stak in de zijde van de Heer. Opdat het water en het bloed ons reinigen in overvloed. Hoe mocht hij om zo blinkend staan met de koninklijke purperaar? O stam, het heeft de Heer behaagd. Dat gij zijn heilig lichaam draagt. O zalig aan wie staken breed, het kostbaar dat de wereld weet. Als aan een waag gewogen is, geheven uit de duisternis. Wat David in zijn vrome lied voorspeld heeft, dat is nu geschied. Hij heeft de volkeren geleerd, dat God vanaf het hout regeert. Ik groet u kruis, want gij geslecht zijt, mijn hoop in deze lijdenstijd. Geef vreugde wie op u vertrouwt, genade wie zijn kwaad berouwt. U brengt mij al wat liefde hier, geef u die heet. Die ons door het kruis geheim bevrijdt, regeer ons tot een eeuwigheid. Amen. Ik was zo lang bij u. Dagelijks gaf ik onderricht in de tempel en toch hebt gij mij niet gegrepen. Nu laat gij mij geestelen en voert gij mij weg om gekruisigd te worden. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht om mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt. Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord. Aanvaard hier de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt. Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet. Als spannende zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af. Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent, dat is de vrucht van mijn hart. Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik was zo lang bij u. Dagelijks gaf ik onderricht in de tempel. En toch hebt gij mij niet gegrepen. Nu laat gij mij geestelen en voert gij mij weg om gekruisigd te worden. God de Heer staat mij bij, daarom raakt hun spot mij niet. Behoed mij, God, tot u neem ik mij te vlucht. Hij zijt mijn Heer, ik herken het, ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land, voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk,
die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen pleinoffers brengen van brood. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de dekel. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. En steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart. En zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heen mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Heer, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. God, de Heer, staat mij bij, daarom raakt hun spot mij niet. De Heer Jezus heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de hele hemel. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, opdat iedere tong zou belijden, tot Heer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Uit de brief van de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. Door hem gelooft gij in God, die hem van de dood heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u. Omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost. En wij loven u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en deemoedig, rijdend op een ezel, het jong van een ezelin. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus veel op zijn eenvoudige dienstmaan. Val u af, prijs ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Maar machtig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermeterend drijft hij uiteen.
Almachtige haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn wilde herbouwingen dacht ik. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, uw koning komt tot u rechtvaardig en deemoedig, rijdend op een ezel, het jong van een ezelin. Brengen wij hulde aan Christus, die voor de aanvang van zijn lijden heeft geweend over de verblinding van Jeruzalem. Vragen wij hem met een rouwmoedig hart. Heer, ontferm u over uw volk. Gij die de kinderen van Jeruzalem hebt willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt, laat allen de tijd van uw ontferming erkennen. Heer, ontferm u over uw volk. Verlaat hen niet die u verlaten hebben. Keer u tot ons en wij zullen ons tot u bekeren. Heer, ontferm u over uw volk. Gij die door uw lijden en sterven de wereld genade hebt geschonken, laat ons altijd leven van uw geest die wij bij het doopsel hebben ontvangen. Heer, ontferm u over uw volk. Schenk alle gelovigen in uw lijden de kracht om zich te versterven. Geef dat zij in hun vrijheid naar het paasfeest opgaan. Heer, ontferm over uw volk. Gij die leeft en heerst in de heerlijkheid van de Vader, gedenk allen die vandaag zijn gestorven. Heer, ontferm over uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige eeuwige God, ter wille van ons allen heb Gij uw Zoon met menselijkheid bekleed en onze Heiland het kruis doen dragen, opdat ook de dienaars de wegen van de Meester zouden volgen. Verleen genadig dat wij ons eigen maken wat Hij ons leerde in zijn lijden en dat wij deelgenoten worden van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God. Nog 3 mededelingen. Vanavond, 7:00, vieren we de Heilige Mis, gestreemd van Palm en Passie Zondag. Tweede, morgen om 12:00 kan men palmtakjes afhalen bij de ingang van de kerken, in Kerkraad in ieder geval om 12:00 aan de Lambertuskerk en de kerk van de Rols. En is wordt ook afgehaald, maar dat zal iets eerder zijn misschien, denk ik. In ieder geval om 12:00 ook in Chevremont. En ten derde, op de website van Bisdom Roermond vindt u teksten die u thuis kunt bidden op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswaken en Palmzondag. Om op die manier toch de viering van deze Goede Week niet helemaal aan u voorbij te laten gaan. Fijne avond toegewenst.